match op OHL. Tja, 5-2. Overdreven cijfers, hè. We verdienden daar meer. Deze cijfers zeggen niks, hè. Nu vonden wij het wel eens gepast om met onze man op de kruk, Belosin, het eens te hebben over die match. Eens kijken. Quand on prend que les chiffres, c'est quelque chose d'énorme. Mais je pense que pour ceux qui ont vu le match, ils voient que le score ne reflète pas la physionomie du match. Je pense qu'en première mi-temps, on était même, je pense, mieux qu'eux. On a eu plus d'occasions qu'eux. Ils marquent sur leur première occasion. Bon, ça c'est dommage. Et ensuite, on revient au score. Bon, il nous marque un deuxième but et on revient encore au score. Et puis après, il y a ce coup franc qui pour faire 3-2. Et bon, après, nous, on essaye d'attaquer pour revenir au score. Donc on défend à 3, etc. Et puis, c'était soit on égalise à 3-3, soit il marque le 4-2. Ce que nous, on doit faire, c'est oublier ce match-là et repartir pour le match de Mons qui arrive, parce que bon, on sait que de toute façon chaque match sera difficile et que nous de toute façon on doit prendre des points pour sortir de cette zone de relégation. Le match de Mons, ça va être un match important, comme d'ailleurs on en a déjà eu. Bon, on est à domicile devant notre public. Il va falloir qu'on fasse un bloc tous ensemble, staff, joueurs, public, pour que Wassam Beveren, j'espère, justement, gagne ce match qui est, c'est vrai, très important pour nous. Je weet, 2 weken geleden ben ik bij de Kassim op bezoek geweest. Is papa geworden? Met stap ik mij toch wel in die kliniek zeker. Oh, mijn knie als een zier. Dus ik lig hier te wachten op de bank bij de kiné voor eens goed onder handen genomen te worden. Maar de Kassim is niet de enige dat papa geworden is. Nee, onze Larry heeft ook zijn best is gedaan. En die is papa geworden van een dochter, Chloe. En wij zijn eens gaan kijken bij de Larry hoeveel dat hij eigenlijk wel weet van het vaderschap. Larry, dikke proficiat. Papa Larry nu, hè. Hoe voelt dat, papa? Een beetje onwezenlijk eigenlijk, maar ja, stel ik eens aan, begint dat toch door te dringen. Ah. Vooral 's nachts toch. Dat is wel, ja. Is het wien ze veel? In begin, de eerste dagen. Ja. Nu is de zon beter. Zeg Larry, nou, je ziet mij hier al zitten. Hè. Ik heb hier een paar vragen bij. We gaan de grote papa-quiz doen. Dus we gaan eens zien, hè. Natuurlijk papa, dat is niet niks. Hè. Dus we gaan eens zien hoeveel dat je goed gaat hebben. Je mocht één keer een hulplijn inroepen. Misschien hier bij de man hierachter. Dat u kunnen helpen, maar... Er is toch niemand papa hier precies? Nee, dat is aan mij goed nood. Hè. Papa en SP misschien nog goed voor. Maar ik twijfel niet aan een goede punten. We gaan beginnen met de eerste vraag. De baby is nu geboren, maar hoeveel weken duurt een normale zwangerschap? U krijgt meer keuze. A. 36, B. 38 of C. 40 weken? Het is 40 volgens mij. Ik ben mee geweest naar een gynaecoloog. Dus dan... Ah ja, voilà. Perfect. 1-0. Dat was nog wel een weggever. Ja, dat was wel. Oké, okay, goed. Ça va. Dat is al wat moeilijker. Vanaf wanneer mag uw dochter schaaldieren eten? A. 12 maanden, B. 24 maanden of C. 36 maanden? 36. Ja. Het is 24. Dus je weet het, nog geen schaaldieren. Ah. Derde vraag. Eet jij graag schaaldieren? Ja. Dan moet je mee oppassen natuurlijk. Ja, dat is aan het doen. Oké. Hoe vervoer je de baby in de wagen? A. Op de voorzetel tegen de rijrichting. B. Op de achterzetel in de rijrichting. Of C. Op de achterzetel tegen de rijrichting. Ik hoop C, want zo vervoer ik ze altijd. Dus ik hoop C. Het is juist. Het is juist. Heel goed, okay. Inderdaad. Hè. Veiligheid boven alles, je ziet het. Hè. Geen probleem in de lach. Dat is ook geen gemakkelijke, denk ik. Ah, ik weet het niet. Hè.
Na hoeveel maanden komen de eerste tandjes tevoorschijn? Is dat A, 5 maanden, B, 7 maanden of C, 9 maanden? Ik dacht 6, maar nu zou ik gokken 5. 7. Nee, 5 is goed. Ja, ik had spannend gezien het, hè. Was er op mijn weg. Nee, heel goed, oké. Okay. Dat is al 3 op 4. Nu nog een moeilijke, je hebt nog geen helleplein over, hè. Ja, dus goed. Stel dat Chloe wil gaan voetballen. Kan, hè. Vanaf welke leeftijd kan ze je dan inschrijven bij Waasland Beveren? Is dat A, 4 jaar, B, 5 jaar of C, 6 jaar? Samen, jong. Vrouw is dat nog niet zo lang geleden. Kom eens. Nulleplein, hè. Zie je meisje, hè. Vanaf wanneer mag hij ze inschrijven bij Waasland Beveren? Is dat A, 4, B, 5 of C, 6 jaar? 6 jaar. Colin. Goeie. 5. 5? Colin denkt 5, Sam denkt 6. John, wat doe je denk? 7 is not an option, John. Sorry. Wat denkt de Larry? Ja, ik moet toch niet naar de keepers luisteren. Nee. Nee. Dan kan ik beter 4 pakken. Maar... 5. We gaan de 5 pakken? Ja. Het is juist. Het zal waarschijnlijk wel niet mee te maken hebben met Colin los in mijn kaart nog kijken is. Het zal er niks mee te maken hebben, maar in ieder geval, alright. Dat zijn ze allemaal, 4 op 5. Dat is goed eigenlijk. Hè? Dat is een heel goed score. Hè? Beter als vroeger op school. Serieus? Ah, voilà. Ik ga naar... Nog hartelijk bedanken. Je gaat dat sowieso goed doen. Een test heeft bewezen. Goeie papa worden. En we zien we nu wel weer eens verschijnen met de dokter op de voetbal. Goed, bedankt. Salut. De Colin Mott, die vullen een tricher. Met mijn kaart te kijken. Ik zit hier tussen de was. De was, ook belangrijk, hè? De was, de plas. Ja, in het huishouden. De Willy, onze vorige medewerker en de kijker, die doet de was. En natuurlijk, bij het huishouden, de was en de plas, hoort natuurlijk ook nog iets anders. Hè? Het koken. Dat is ook belangrijk, dat je iets kunt eten. Hè? En onze medewerker van de maand is de Mark. De Mark is hier kok. En wij zijn eens gaan kijken in de keuken wat de pot schaft vandaag. Ik ben van Kamp Mark en ik verzorg wekelijks het eten van de spelers. Vandaag staat op het menu kip met wokgroentjes en een currysausje. En voor de mensen die geen kip eten, dus vooral de Saudi en Farsi en Belosin, die krijgen vandaag gepaneerde paradijsfilet met pasta en ook wokgroentjes en currysaus. Nou, dat moet er gewoon zijn. Dat is, in mijn verleden heb ik ook al in grootkeukens gewerkt. En dus dat is een andere aanpak dan dat je bijvoorbeeld een à la carte menu klaarmaakt. Dus het is allemaal iets meer, maar uiteindelijk de basisprincipes zijn hetzelfde. Ik doe dat zeer graag. Dat kunnen ze mij eigenlijk niet meer straffen voor dat vragen. Voor dat iets meer te komen doen voor de spelers. Dat hij een zekere, ja, ik heb daar een bepaalde eer aan. Ik probeer ook alles, niet proberen, ik werk enkel met verse producten. Ik denk dat dat ook moet, zeker voor mannen die topsport doen, dat je voldoende proteïne en vitamine van die gasten geeft. Dat je voldoende gezonde voeding geeft. Ik doe mijn best, dus ik probeer het voor die mannen zo goed mogelijk klaar te maken. Dat ze daar ook kunnen zeggen van na het eten. Het was lekker en super. Het is weer het einde van de maand. Het seizoen dat vordert al goed, dus de doelpunten vliegen er wel wat beter in. Hè? Het is weer tijd voor de goal van de maand en de genomineerden van deze maand zijn de volgende.
Voilà, dit was het dan, aflevering 10. Bedankt voor het kijken en ik hoop jullie hier de zaterdag allemaal massaal aanwezig te zien voor de wedstrijd tegen Bergen. Geen slechte ploeg, maar wel wat speciaal. De meesten komen per bus. Alleen die een spits, die komt per bed. Per bed. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.